Voor jongeren in Nederland met een geestelijke en of lichamelijke beperking bestaat er de zogenaamde WAJONG-uitkering. Er zijn zo'n 75.000 jongeren die hier gebruik van maken en het merendeel is volledig arbeidsongeschikt. Voor de jongeren die wel kunnen werken is het vaak heel erg moeilijk om een geschikte werkplek te krijgen. Nou, vandaag ga ik eens even kijken hoe dat hier in zijn werk gaat. Mirthe, jij bent een van de jongeren die hier het WAJONG-traject volgt. Kun je me uitleggen hoe je hier terechtgekomen bent? De aanleiding was dat ik vastliep op het ROC. Ik zat eerst op het Saxion en dat is uiteindelijk niet wat geworden. Ik heb toch wel meer structuur nodig, duidelijkheid. En ja, dat kunnen ze ook op het ROC niet echt bieden. Nee. En ja, hier wel. En ze komen vaak van school, ze hebben het op een andere opleiding al vaak geprobeerd. Komen binnen als leerling en wij maken direct duidelijk nee. Je bent hier deelnemer en het traject is erop gericht dat je uiteindelijk werknemer wordt. Ja, je zit hier gewoon zelf individueel te studeren en je hebt gewoon je eigen traject hier. Het doel van het traject is uiteindelijk om aan een baan te komen. Vanaf dag 1 hebben wij de focus op dat zij uiteindelijk aan het eind van het traject werknemer zijn. Okay. Dus daar starten wij direct vanaf dag 1 mee. Na een tijdje gaan ze stage voor je bemiddelen en dan moet je voor sollicitatiegesprek en dan, daar helpt de EGA je dan bij. Ik heb je net de vacature doorgestuurd. Ja. Heb je die ontvangen? Ja. En waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn momenteel aan het solliciteren samen. Okay. Het is de bedoeling dat we een gepaste vacature gaan vinden wat goed aansluit bij Thomas en zijn werkervaring. En wanneer hij wat vindt, dan gaan we controleren of het gepast is. En zo wel, dan sturen we daar een sollicitatiebrief naartoe. Okay. En waar ben je op aan het oriënteren, Thomas? Voornamelijk bij de receptie, of bediening, dat soort dingen. In ieder geval met mensen. Dat is dus die afronding via onze arbeidsbemiddelaar. Het echte solliciteren, echt op gesprek gaan, het echte zoeken en uiteindelijk het echte werken. Kijk, nou toch, ik kom gewoon in een complete fietsenwinkel terecht, lijkt wel, hè? Het werktraject is eigenlijk uit 3 delen opgebouwd. Ja. Een theoriedeel, ja. Een sociale vaardigheden deel, maar ook een praktijkdeel. Want uiteindelijk worden ze werknemer, dus wij proberen ze die praktijk zo goed mogelijk bij te brengen. Dit is een ruimte waar ze een opleiding tot fietstechnicus krijgen. Met een echte instructeur die dus die opleiding ook in de praktijk geeft. Dus het is allemaal reality, zeg maar. Ja, dit is echt reality en dat werkt ook het beste. Het is een mediabedrijfje. Websites, vormgeving, ontwerpen doen ze hier. Dus van bedrijven van buiten, die leggen hier een opdracht neer voor bijvoorbeeld het maken van een website. Of het ontwerpen van een huisstijl of een flyer of een folder. En dat doen deze mannen onder begeleiding van een werkmeester, voeren zij dat uit. Het zijn echt betaalde opdrachten. De jongens doen het beide hartstikke goed, dus dit is het echte werk. Ben jij of ken jij iemand die ook begeleiding wil bij het vinden van de juiste werkplek? Ga dan naar onze website, want er is altijd werk voor je.